In de winter, als het vriest, verandert Nederland van een zompig waterland in een weidse en stille ijsvlakte. Dan binden we de ijzerzonder en gaan we massaal het ijs op. Kijkt u naar Als het kan, dan moet het. Nederland is een waterland. We hebben de hele dag last van water. Regen van boven, water van beneden, sompigheid, modderigheid, blubber. Ons hele leven is één strijd tegen de blubber en de nattigheid. En opeens is alles hard geworden. En kan je triomfantelijk op dat harde water gaan staan. En ben je dus eigenlijk een soort overwinnaar van de eindeloze nattigheid. En daarom zijn al die Hollanders zo verschrikkelijk vrolijk als het vriest. Omdat ze dan op die blubber en op die nattigheid en die blubber kunnen gaan staan. En ze zijn kampioen. En daarom zijn de Nederlanders zo gelukkig als ze kunnen schaatsen. Ik denk dat daar... Het is niet zo heel dicht. Nee, hè? Nou, dat kraakt niet eens. Wat nu? Ja, we zijn al wel weer. Zullen we maar proberen die kant op te gaan dan? Ja, kijk als je die luchtbellen ziet op dit. Zou het moeten kunnen. Het is allemaal vannacht dichtgevroren. U dacht dat er niet gereden kon worden? Nou, weet ik niet. Ik ben niet zo'n held. U bent geen held? Nee, absoluut niet. Maar u rijdt wel. Ja. Maar niet als eerste. Waarom niet? Nou, ik vind het wel erg koud om te zwemmen, hoor. Ja? Ja. Ik prefereer toch wel een paar graadjes warm. Ja. Bent u er wel eens bij gezakt? Nee. Nog nooit? Nee. Hou we zo. Maar daarom ga ik ook nooit als eerste. Nou, het is wel schitterend. Maar snapt u wel mensen die dat als eerste doen? Nee. Daar snapt u niks van? Nee. En
was net de politie. Er was net een man die zei, mensen die nu hier schaatsen zijn helemaal getikt. Ja, zijn ze allemaal getikt? Ja, ze zijn schaatsgetikt. Ze zijn helemaal getikt. Huh? Kijk, die mensen gaan echt hun leven in die wagen. Maar kijk hoe diep ijs, dik ijs erin ligt. Ja? Ja. U rijdt er zelf op, dus... Ah, wat is het probleem? Ja, ik zie het probleem niet, maar nou, nee. Ik dacht dat jullie daar een goed antwoord op zouden hebben. Nou, u ziet zelf hoeveel centimeter ijs er ligt. Dus, hè? Ja, die andere mensen die thuis zijn, die zijn een beetje getikt. En die zijn een beetje jaloers op ons. Nou, het is toch heel bijzonder dat je nu ook een schaats ziet hier. Maar je bent niet bang? Beetje wel, ja. Ja? Ik ben alleen en dan vind ik het inderdaad niet zo leuk. Het gaat niet zacht zijn groepje aan. Maar je schaats toch? Ja, ik denk dat het veilig is. Want ik ga alleen maar je vindt het eng, maar denk toch dat het veilig is? Nou, ik ga waar sporen zijn. En daar zag ik even geen sporen. Dat vond ik even vervelend. Ja. En maar u houdt niet van maagdelijk ijs? Nou, liever niet, nee. En wat denkt u van de mensen die dat wel doen, die dan het maar uitproberen? Ja, ik heb diepe bewondering voor die mensen, maar die moeten samen zijn, dat de een en de ander eruit kan trekken. Want ik moet hierop vertrouwen en dat heb ik nog nooit geprobeerd. Wat is dat dan? Nou, die ijs is helemaal mee. Kent u toch wel? Ik ga weer verder over dezelfde route waar ik gekomen ben, lijkt me het veiligste. Veel plezier. Dank u wel. U zei dat u een beetje bang bent. Ja. Waar bent u bang voor? Nou, ik ben er wel eens doorheen gezakt, meneer. Dat was niet leuk, hoor. Nee? En dat was ook zo, net zo helemaal, er waren er nog minder mensen. En dan bent u bang dat dat nog een keer gebeurt? Het was geen leuke ervaring. Toen ben ik bijna, dacht ik, nu ga ik dood. Ja. He, echt waar. Het was 10 graden, 15 graden onder nul. Het was bij Vinkeveen. We waren verdwaald geraakt. En plotseling dacht ik, dit ijs, dat heb ik niet gehad. Nou, het was 5:00 's middags. 2 januari, ik weet het nog zo. Welk jaar was dat, 2 januari? Hoe lang is het geleden, Marijke, dat ik door dat ijs gezakt ben? Er was een vogelwak, heb ik niet gezien. 10 jaar? Is dat alweer 10 jaar geleden? Denk dat het 10 jaar geleden is. Nou ja, goed. He, dus vandaar dat wij dus aan iedereen die we tegenkomen zeggen, wat is het hier veilig? Ja, het is gewoon andere mensen die lopen langs het ravijn en vallen daar. Dat is een ander soort risico. Maar het is niet, ik heb niet de kick van het risico nemen. Nee, dat zo zit ik niet in elkaar. Voor hem weer zo, dat vind ik een beetje... Beetje eng. Ook een beetje eng, ja. Om een beetje bang te moeden. Dat weet niemand, een beetje vreemd. Maar geen sporen, zei je? Ja, dat klein stukje nog wel, maar... Daar is iemand doorgezakt, zo te zien. Huh? Daar is er iemand doorheen gezakt, zo te zien. Ja. Zo moeilijk te zien zo tegen het licht. We kunnen beter schaatsen daar waar iedereen schaatst. Dan ga je niet alleen er doorheen. Hier zie ik al een spoor, hoor. Of zijn het gewoon barsten? Ja, hè? Oh. Dat niet alleen. Het begint gevaarlijk te barsten. Hè? Oeh. Dit was even niet leuk. Geweest. Dat was daar een vriend, daar lag. Dus, maar toch ga je weer? Ja, wel. Ik vind
wel dat je in de gaten moet houden wat verantwoord is. Tenminste, dat hoop ik dan. Als je hier die slootjes doorgaat en waar het niet diep is, dan gaat het wel, toch? Je doet er niet alles voor over. Veel wel. Als het kan, dan moet het. Als het kan, dan moet het. Het kraakt niet. Dat is alleen maar alarmerend. Je huisvast, Kjeld. Hè? Huisvast. Kitting? Huisvast, alleen het gaat op het ijs. Nee, alleen het gaat. Hè. Heb je nog belangrijke dingen hier, Wilson? Ja. Geef dan niet hier, man. Oh, het bewoog. Even een beetje schaatsbegrijpen op het ijs. Wat is dat? Kijk nou eens. Waar? Het pruttelt omhoog, het water. Ja, wat is de bovenlaag is. Is heel erg zacht. Moet je dit met elkaar? Oh, kijk. Ja, dat is wel weg. Ja, je zakt zak door een bovenlaag. Oh, dat is. Je zakt door een heel dun bovenlaag. Ja. Het is wel eng. Oh, ja. Ja, dat is waardeloos. Ze zakt er steeds. De kans dat je erdoor zakt is bij jou meestal vrij groot. Nou, dat is vrij groot. Dat geeft een extra spanning eraan, toch wel. Ik vind het wel heel mooi om zo'n vaart in te rijden waar nog niemand geweest is. Maar ik ben tegelijkertijd doodhang en ik wilde vandaag niet doorzakken. Maar het is hier verder ook zo rustig. Voor mij is dit al spannend genoeg. En het is prachtig. Waar ben je hier? Je hebt geen flauw idee dat dit Nederland is. Ja, dat weet je natuurlijk. Maar staat nergens een bordje dat dit Nederland is. Er staan geen prullenbakken, er staan geen bankjes. En de enige die je tegenkomt is die oude boer met die ene hond. Nee, ik denk dat je er beter niet onderdoor kan. Nee? Nee. 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 Een paar mensen wel. Zijn er wel onderdoor geschaafd? Ja. Thank you.
gaat, Leendert. En is het gelukt of zijn ze er doorheen gezakt? Nee. Het is een stuk natter. Maar ik zie geen bak. Het kan zijn dat het water omhoog geperst wordt. Nou, weet je wat? Ik ga het toch maar gewoon over dit hout of londen doen. Het is dik zat volgens mij. Springt er gewoon een mooie scheur in. Kijk, kun je zien dat het toch al 10 centimeter is of zo? Op de Gouwzee bij Monnikendam is een onbekend aantal schaatsers gewond geraakt. Zeker 3 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met een hersenschudding en ander hoofdletsel na een val op het ijs. Er reden ook veel mensen in een wak. Het was vandaag extreem druk met schaatsers op de Gouwzee, waardoor op verschillende plaatsen het ijs begon te scheuren. De politie. Het ijs is eigenlijk niet betrouwbaar. Er zit een hele grote scheur in het ijs ter hoogte tussen Volendam en Monnikendam van wel 30 centimeter breed. De hulpdiensten zijn bang dat als mensen zich ophopen voor die scheur om daar overheen te stappen, dat het ijs kan afbreken. We gaan straks deze veel mensen mee. Jouw hier niet van. Als je over zo'n enorme scheur heen moet. Maar we hebben de kleine beesten nodig. Maar je maakt er geen zorgen over. Nee. Hey, heel veel plezier. Ja, leuk hè. Keer opnieuw koop, pikzwart, dit is dan grijs weer. En dan had je het gevoel van, het lijkt wel fluweel. Zo zacht en glad. Toen zijn we zelfs even lang uit op het ijs gaan liggen. Omdat het zo mooi was. Zal ik even?
is nou het mooie van zo'n schaatsen. De natuur eigenlijk weer. De natuur, Langer. Nou ja, je gaat keihard. Je ziet er niks van. Ja, nu wel. Dat is raar rustig. En wat is dan de kick van zo hard gaan? Ja, of wat is het mooie? Mark op mijn kop te rijden. Om steeds harder te gaan. Ja, ja, hij ging het ijs zien, dit ijs. Met die jongens mee te rijden. Dat is wel mooi. Hoe bedoel je met die jongens mee te rijden? Oh, toppers. Daar rijden. Dus, een stukje meter kinderen rijden is leuk. Dat je mens bent. Ik denk dat je nergens zo voelt dat je mens bent door anderen als wanneer je alleen bent. Zo, de oude kloostergedachte volgens mij. De stilte opzoeken om tot de essentie der dingen te komen.
Volgens mij gaan we gewoon over de lucht. Ja, dit ligt helemaal los. Ja. Pas op, dit is ook allemaal blijft schotsen. Godsamme, dat was het idee van hoe is het mogelijk? IJsselmeer is toch wel heel speciaal. Totdat we daar doorheen moeten, vind ik het wat minder. Is dat toch lekker? Ja, dat is nooit weg. Ik bedoel van mij. Ja, jongens. Jammer dat we geen thermometer bij ons hebben. Ik ga hoe koud zo. Ja, zou wel geinig zijn om een tentje mee te nemen. Tentje? Een tentje hier neer te zetten. Oh. We gaan kamperen en de zonsondergang. Oh, dat kan toch wel morgens ijzer nog? Ja. Ja, s'avonds een kampvuurtje. Zo. Zoals een potje thee zetten. En sneeuw smelten om thee te zetten. Oh, ja. Al nooit over nagedacht. Nou, er zit lucht onder, hè? Waar komen jullie vandaan? Nu? Uit Enkhuizen. Uit Enkhuizen. Enkhuizen. Enkhuizen, oh, zo zijn. We komen net uit Hoorn. Oh, je kunt naar Hoorn toe, dat bedoel ik. Ja, bijna. Ik ken net de Hoornse hop niet op. We hebben het net niet gedaan. Maar doen jullie dit nog vaak, zo schaatsen? Ja, bij voorkeur op plekjes waar nog niemand is geweest. Dat is mooi. Dus, ja, de eerste sporen zijn wel de mooiste sporen, ja. Dus daar, dat is daar mooi, hè? Ja, dat is wel mooi. Ja, het doet toch een beetje de spanning, denk ik, hè? De spanning van een beetje een stok mee en een beetje prikken. En dan ga je denken van, nou ja, dit ijs, dat ziet er allemaal hetzelfde uit. Het moet een dus dat kraken. Is wel betrouwbaar. Maar het probleem is dat, dat met sneeuw natuurlijk, dan zie je het niet echt meer. Maar dan kijk je gewoon of dat anders de structuur verandert inderdaad. En dan is het wel te vertrouwen. Maar er zijn stukken daar verderop dat je denkt, als je daar komt van, ja, het ziet er wel heel mooi uit. Maar nou ja, even in het begin prikken en dan kan je door, hè. Maar terug gaan we dan wat harder en heen gaan we wat langzamer. Ja, en hoe vaak ga je er doorheen?
Nou, de laatste keer was wel dit jaar, ja. Maar dat was met langlaufen. Toen lag het, toen was het ijs nog onbetrouwbaar om te schaatsen. Maar het was wel redelijk betrouwbaar om te langlaufen. Want er was mijn gewicht wat beter verdeeld. Maar toen ging ik toch met langlaufen al doorheen. Nou, tot zover of zo. Maar als je dan met langlaufen erin gaat, dan moet je die latten er weer uit krijgen. Dat is lastig. Dus toen moest die uiteindelijk met je nek erin. Ja, het lag helemaal zo op het ijs. Om zo die latten er weer uit te krijgen, zeg maar. Dat je... Dat kraken en dat stukje spanning. Ja. En dan zo'n hele sloot voor je zien zonder enig spoor. Ja, dat is toch mooier dan dat je een spoor voor je ziet wat je volgt. Ja, het is toch wel de eerste keer dat je er bent. Maar ik denk ook omdat we nooit... We zijn er wel vaker doorheen gegaan. Maar elke keer kom je toch gewoon weer uit en dan ben je nat. En dan denk ik van, ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? De eerste zijn is gewoon vreselijk. Ja. Dat is dit wel genetisch bepaald. Mijn opa deed het al. Of onze opa deed het al. Risico's zijn er om genomen te worden. Ja, precies. Die ging altijd als eerste op het ijs. Dus ik denk dat het in ons zit. Ja. Zo denk ik helemaal. Oh. Helemaal niet zo. Ik luister daar voelde. Vorig jaar heeft het natuurlijk ook goed gevroren. Dus dan denk je van, ach, dit jaar weer. En volgend jaar gaan we alweer schaatsen. Maar ja, het kan net zo over 10 of 15 jaar pas weer zover zijn. Dus als je het vandaag niet van neemt, dan krijg je er wel spijt van, denk ik. Nu of nooit? Ja. Denken ja, we altijd mee. Pluk de dag. Mooi. Super. Ja. Oké. Okay. Hoi. Wat ben je aan het fotograferen als ik vragen mag? Wat ik ontzettend mooi vind, is die hele kleine welvingen in het ijs. En dan als het licht erop valt, hoe dat gespiegeld wordt. Dat zie je alleen maar, dus het spel van ijs en licht. En het ijs is zo mooi nu. En ik vind het mooiste, die welvingen, als er dan die sterren zijn, zoals hier. Dit is een hele mooie. Ik weet niet of je het kan zien. Het is een ontzettend mooie. Het staat er net een beetje verkeerd voor het licht. Als je ietsje deze kant op gaat, krijg je hem nog mooier. Met tegenlicht. En als ik hem laag hou, zie je hoe mooi dat is. En ook als je hem van bovenaf, ik soms fotografeer ik ze van bovenaf, en dan zie je die sterren. De meest waanzinnige sterren. En die zijn allemaal anders. Ja. Ja, ik heb een heleboel van die foto's gemaakt. Heel veel foto's van sterretjes in het ijs. Nee, dat kan je niet zien. Nou, kan je die zien? Nee, hè? Ja, kijk eens wat een mooie. Ik vind de structuren in de natuur gewoon prachtig. En die welvingen geven een spel, bijna erotisch, met het licht. Nou, het is gewoon heel erg mooi en heel erg lekker. Toch beter daar nog krijgen. Maar hier moet het ijs toch behoorlijk dik zijn, zou je zeggen. Nou. Ik ga ergens een plekje zoeken. Hé, niet door. Dat gaat zo goed. Ik heb het nog eens. Dank je.
Dit gaat wel altijd. Iets wat dat Maar Marja, jij schaadt dus helemaal je voeten kapot. Een beetje. Dus, kleine blaartjes. En je moet ze gewoon afplakken voordat het erg wordt. Maar je hele voet zit om me eelt en oh, die ziet er rare vreselijk knobbels uit. En ja, dat is van schaatsen. Nou, dat klopt. Ik heb rare knobbels en die gaan ook nooit meer weg. We hebben alle schaatsers tot. Dit heeft toch wel wat hoor, gewoon zo'n ouderwetse schaatstocht. Dat sliert de mensen zo over het ijs. Dat heb ik toch al lang niet meer gedaan, zo'n tocht. Dat heeft toch wel iets heel knus ook. Nadeel is natuurlijk dit, hè, al die scheuren. Doorbreekt de platheid van ons platteland. Het heeft iets onbegrensd begrensd. Zo'n platte vlakte, dat loopt tot het einde door. Maar het is wel een ander land. En dit is even jouw land? En dit is even mijn land, ja. En het jouwe ook niet, toch? Fantastische wereld hier, hè? Heel mooi. Hij heeft het vaak gedaan. Nou, dit jaar één keer. Dit is de tweede keer. Ja, vroeger? Nou, vroeger wel, ja. Vroeger regelmatig. Maar, toen was je heel jong, hè. Toen kon je veel meer. Moet je kijken hoeveel mensen er allemaal schaatsen. Ja. Duizenden mensen. Wat maakt ons zo gek? Het zonnetje, gewoon het plezier wat je ervan hebt waarschijnlijk of zo. Ja, het is echt iets Nederlands. Ja, het hoort bij Nederland, denk ik.
stelt Jensen maar, nu. Maar ja, waar gaan we nu heen? We volgen gewoon die... Hij is helemaal geveegd, tot mijn verbazing. We volgen die baan. Dat zal een ronde zijn. En dan moeten we proberen op een andere baan te komen, die daar gaat. En dan kunnen we proberen... Dit zijn een beetje de zuidelijke plassen. En dan gaan we proberen via die kant naar de noordelijke plassen te gaan. En dan kunnen we een andere hoek, van de, helemaal precies aan de noordoostkant... staan nou de zuidwestkant, gaan we naar de Funtusplas. Ja, goed, voorlopig Loosdrechtse plas. Voorlopig dit. Dit zijn de Loosdrechtse plassen. Dit zijn de Loosdrechtse plassen. Okay. En er is geveegd, Leendert. Had ik niet verwacht. Daar hou jij wel van. Nou ja, dan kunnen we even lekker doorrijden. Wat van het mooiste is als je over zo'n hele vlakte kan. En dat kunnen we ook doen. Ja, dat kan. Dat doen we gewoon. Wat vind jij, Kjeld? Waar hou jij het meeste van? Nou, ik hou wel een beetje van de combinatie. Ik vind dit een beetje te druk met al die mensen. Ik vind het leuker om hier eentje over zo'n meer te trekken. Mijn voorstel is gewoon ook om hier rechtdoor te gaan rijden. Er ligt nog een plas waarvoor je over een weg moet. Maar er is daar ook ergens een bruggetje. Dus ongetwijfeld kan je daar niet onderdoor. Maar het is misschien wel een manier om op die volgende breukele veense of stille plas te komen. Jullie even kwijt? Ja, ik ging jou eens zoeken. Het is misschien een tikje korter dan zo. Het gaat misschien het lijstje te lopen dat het gewoon een korte voor de hek heeft. Oké. Okay. Ja. Heel slecht hier. Oké. Okay. Lukt dat, Jens? Ja hoor. Ah, joh, het gaat toch zo lang? Het is 100 meter. Dus die stappen ook kleurig. Dat is het ijsgevoel, hè? Van vrijheid, dat is toch een beetje dat je toch met iets bezig bent, ja, als het ware de elementen trotseren. Het valt helemaal nergens op, want iedereen is in de buurt en alles, maar toch is het een soort sterk voelen. Hier gaat het om. Bien préparé, het ijs op kan. En dat je weet wat je hier komt doen. En dat je niet hoeft te zeggen van, nou, na één dag ben ik stijf, weet je wel. Dat je er eigenlijk de volgende dag meteen weer verder kan. Dat is het doel ervan. En in de heel ver aan de horizon, daar gloort de Elfstedentocht. Begrijp je? Heel ver. Onbereikbaar bijna. Het kan wel 23 jaar duren soms voordat je weer kan. Maar daar gloort de Elfstedentocht. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dat is...
Ja, dat is een triomfantelijke gebeurtenis waardoor... Hij heeft drie Elfstedentochten geschaatst. Uitgeschaatst. Drie. Grote schaatsvriend van mij en ook van Jaap. Die zei van als we lid worden, dan mogen we een wedstrijd meedoen. Dan mogen we vroeg starten. Dat zei hij toen al. Maar wij dachten van nou, Elfstedentocht, dat komt waarschijnlijk nooit meer. Maar het kostte toen maar €5. €5, hè? En wij wilden toch wel heel graag lid zijn van zoiets moois als de Elfstedentochtvereniging. Maar waarom dan? Of Elfstedenvereniging. Ja, ik heb het gedaan toen ik 18 werd. Dat was het eerste wat ik deed. Ga ik ook doen. En iedereen in mijn familie zei, 18 komt toch nooit meer. Dat zeiden wij ook. En ik zal het Agnet Sipke maar voor die €5 van mij maar een berenburgertje drinken. Als hij komt, ben ik er. En vijf jaar later was hij er dus. Ja, kijk, de Elfstedentocht, dat was voor ons een droom. Zoiets van dat... Dat was het ultieme. En dan hadden we nog Boukje, die we kenden, die hem in 42 had gereden. En die had een kruisje. En Boukje was onze grote heldin. En Elfstedentocht was onze grote droom. Dus we werden gewoon lid van een droom. De eerste keer vraag je je af, ga ik het halen? Ja. Blijf ik recht staan? Hou ik dat vol zo lang? Dus het mooie is dat je iets gaat doen waarvan je niet weet wat het inhoudt. En hoe lang het gaat duren. En hoe goed je het kan. Dus je zoekt eigenlijk je grenzen op. En het grappige is dat als je het één keer gedaan hebt, dat je dan toch weer opnieuw dat wil doen. Nou, ja. Houd je er gek hoor. Maar als je het goed kan, is het wel leuk. Oh, dan moet ik het eigenlijk goed kunnen dus. Ja. Dan kun jij het goed. Ja. Nou, laat maar zien dan. Oké. Mijn vader heeft 2 of 3 keer de Elfstedentocht gereden. Ja, ik bedoel, hij is laatst is hij ook bezig geweest met contact opnemen met de Elfstedenvereniging. Omdat hij bij een van die tochten, dat was al een hele zware tocht toen. Toen is hij van het ijs genomen. Er zeer tegen zijn zin in. Dan lieten ze de mensen niet doorrijden omdat ze het onverantwoord vonden. Dat was 60 jaar geleden. Hij was toen tussen de 20 en de 30. En ja, dat is nog steeds een onrechtvaardigheid die hij voelt. Maar jij hebt het zelf ook gedaan, maar dan juist niet voor een kruisje. Nee. Toch? Ja, nee, ik vond het wel leuk. Maar ja, dan ben je toch in zo'n massa bezig. En sommige mensen vinden dat een meerwaarde om met zo'n heel enorme groep mensen iets te doen. En ik heb het toen alleen met een vriend, met Gijs-Jan, gedaan. En dat vond ik eigenlijk wel een heel avontuur. Dus de week nadat toen, in 1997 was dat denk ik, de officiële tocht gereden was, hebben wij de route helemaal begonnen in Bolsward. Daar 's ochtends vroeg opgestapt. En... s'avonds daar weer aangekomen. En toen hadden we de Elfstedentocht Plus gereden, zoals Gijs-Jan het noemde. Omdat we ook door Leeuwarden doorgeschaatst zijn, of doorgekomen in ieder geval. En dat was toen wel erg leuk, ja. Het is een hele, heel uitgesproken, extravert geluksgevoel is dat. Dat echt aan schaatsen is voorbehouden. Dat fantastische gevoel van enorme vreugde, van opgetogen. Van de... Ja. Het is zo'n mooie beweging ook. Wat is... De kick nog meer dan met fietsen. Om als het goed gaat, dat je dan... Nou, dat dan helemaal zelf doet. Zo. Het is zo'n mooie beweging. Dat vind ik echt geweldig. Die swingbeweging in het ijs krijgt, dan heb je echt het gevoel dat je het eindeloos kan volhouden. En ook zo'n gevoel van, dit gevoel doe ik voor eeuwig. Het is net zoals
heel erg verliefd zijn en zo. En dit, ja, met schaatsen is ook iets wat... Nou, je denkt dat je zweeft. Dat is lekker. Hoe bedoel je, je denkt dat je zweeft? Nou, het gaat heel licht allemaal. Ga je zo lekker zweven. Dat is de kick van het schaatsen op het vuurrijk. Nee, maar je hebt zo mooi. Gewoon lekker in een ritme te komen. Dan ben je een beetje zo... in trance raak je dan. Blosjes die de mensen bij schaatsen op de wangen hebben, zijn mooier dan welke blosjes ook. Mooier dan de blosjes van het wielrennen. Mooier dan de blosjes na seks. De schaatsblosjes zijn de mooiste. Geluk is onmetelijk. En de einder is ook onmetelijk. Dus het past goed bij elkaar. Zo zit het volgens mij. Als u wilt reageren op de uitzending, surf dan naar www.document.nl. Michel, dan gaan we schaatsen. Maar Lia, jouw vrouw, was dood en doodsbang. Ja, die vindt mij helemaal niks. Ik was eerst boos en toen bang en toen nog een keer boos. Ik zeg, we gaan toch? Je moet wel heel voorzichtig zijn, hoor. Nou, dat kraakt niet eens. Wow! Man. Ja.